Ik ben geschokt van de beelden. Ik heb de beelden inderdaad gezien. Ik ben inderdaad geschokt. We zullen bij de politie zullen we een volledig verslag opvragen wat er allemaal gebeurd is. Ik heb begrepen dat er gestolen is. Mensen zijn gemolesteerd. Toch verkeersmeubilair omvergeworpen. Dus ja, het is vervelend. Maar verstoring van de openbare orde en vandalisme worden altijd afgekeurd en dat doe ik. Ik wil hierbij de jongeren die zich hieraan schuldig maken, die zich hieraan bezondigen en vooral anderen meeslepen in het plegen van wandaden oproepen, weet je, om dat achterwege te laten. Maar ook de rol van de ouders. Ik wil ook de ouders oproepen om toezicht te houden op hun kroost. Toch? We leven in een vervelende tijd. We leven in een stress opwekkende tijd. Omstandigheden met COVID. Weet je, mensen verdienen minder. Mensen kunnen minder gewoon uit huis. Dus we houden rekening met al die dingen. Maar kijk, de gemeenschap moet er ook rekening mee houden dat de politie afhankelijk van de omstandigheden hard kan optreden tegen personen die bepaalde criminele gedrag vertonen. En dus zoals op de beelden te zien zijn. U moet weten, behalve een boete, kunt u ook hiervoor in de gevangenis belanden.